Fernandes Bakkerij NV heeft in verband met haar 60-jarig bestaan haar edelbrood in een van de oude verpakkingen als nostalgisch gevoel geplaatst. Volgens directeur Ruvin Bainat moet de verpakking gezien worden als het teruggeven aan de huidige samenleving van iets van de oudere generatie. Het bedrijf probeert op andere manieren haar jubileumjaar te gedenken in plaats van feest te vieren. Het liefst hadden we heel groot willen uitpakken, 60 jaar. Dat is niet een klein beetje, het is een big jari. En het liefst had je het wel heel groot willen doen, heel mooi willen doen. Maar we bevinden ons natuurlijk in een situatie als land waarbij het een stuk moeilijker is. Economisch gezien vooral. En op die manier hebben we toch wel gezegd, we moeten wel wat doen, alleen doen we het op een gepaste manier. Bainat zegt dat de bakkerswereld veel is veranderd in die 60 jaren dat Fernandes bestaat. Ze hebben altijd geprobeerd innovatief te zijn en mensgericht te denken om aan de behoeften van de samenleving te kunnen voorzien, meent de directeur. We zijn begonnen als kleine bakkerij met 10 mensen en 1 oventje. En 60 jaar verder zijn we een ultramoderne bakkerij dat voldoet aan internationale standaarden, gecertificeerd is op internationale standaarden. En we voorzien het hele land. En we zijn zelfs ook al bezig om over de grenzen andere landen te voorzien. Ja, ik denk, we zijn natuurlijk meegegroeid. 60 jaar, dus ook 60 jaar van de economie meegekregen. Er is toch wel wat dat ons in leven heeft gehouden en sterk heeft gehouden en heeft gemaakt dat we vandaag 60 jaar bestaan. En ik denk dat we gewoon een sterke DNA hebben van innovatie, mensgerichtheid, integriteit en kwaliteit. En ik denk dat dat toch wel onder alle omstandigheden altijd on top is gebleven en onze value is gebleven, waardoor we ook echt door deze moeilijke tijd steeds komen en steeds blijven innoveren. Innovatie is zeker een van onze values en onze kracht. Fernandes Bakkerij is onderdeel van Fernandes Group, die in 1910 werd opgericht. De bakkerij zal haar jaardag met het gehele jaar door gedenken met de samenleving.